Hey vriend of vriendin, mijn naam is Andy Janssens alias AJ Duncan en nogmaals welkom bij de Eenvoudige Gids voor IQ video miniserie. Het is een simpele vijfdelige serie waarin we bekijken hoe we IQ op de beste manier kunnen gaan gebruiken met eender welke software die je gebruikt in eender welk genre ook. En bij deze video's hoort ook nog een PDF, een cheat sheet, noem het hoe je dat je wil, maar ik weet dat het een document is dat je gaat helpen. Punt. Anyway, je kan dat downloaden op www.eqgids.be. Helemaal gratis en voor niks. Gewoon doen. In de vorige video hebben we subtractieve IQ bekeken en vrij uitvoerig ingegaan op de twee grote voordelen die het wegsnijden van frequenties hebben tegenover het verluiden van frequenties. Maar ik hoor jullie natuurlijk al de vraag stellen van mogen we dan nooit frequenties gaan boosten? Mogen we die nooit bijduwen? Natuurlijk wel. Dat is zelfs ook gewoon soms nodig en of dat kan dan gewoon ook heel handig zijn om frequenties te gaan boosten. Je moet gewoon onthouden dat met subtractieve IQ je de slechte frequenties wegsnijdt en daarmee headroom vrijmaakt en je daardoor eventueel goede frequenties kan gaan verluiden. Ik zeg duidelijk eventueel, omdat dat niet altijd moet, uiteraard. Je moet IQ niet te veel gaan gebruiken om je track echt te gaan veranderen terwijl je mixt, maar wanneer het echt nodig is, wees dan ook niet bang om serieuze boosts te doen als het spoor erdoor beter gaat klinken in referentie tot je mix. En dat is heel belangrijk, in referentie tot je mix. Want daarmee geef ik meteen ook een heel goede tip. Het is beter van niet, of niet te lang tenminste, te equalizen terwijl je je track in solo zet. Het probleem is dat je doet je spoor beter klinken als het apart hoort, maar in combinatie met de rest van je mix is het dikwijls zo dat het geheel dan weer minder goed gaat klinken, waardoor je weer terug andere dingen moet gaan aanpassen. Dus EQ doe je veelal beter in context tot de mix. Dus terwijl alles speelt. Chris Lord-Alge, een bekende Grammy Award-winning mixer, die zegt het gewoon heel duidelijk. Niemand hoort een stem in solo. Punt. Dus als je een stem wil mixen, die krijgt die alleen goed in relatie tot de rest van je mix, als je die samen hoort. Zet een snootje spoor dat je wil EQ'en een beetje luider en doe je ding en breng daarna het volume terug tot op het gewenste niveau. En natuurlijk, in het geval van sound design, of als je een track een bepaald effect wil geven, dan kan het wel zijn dat je stevig moet boosten. Maar gewoonlijk, zeker tijdens het mixen, moet je onthouden dat je boosten moet gebruiken om het goede in je tracks naar boven te halen en niet om die heel erg te veranderen van klank. Als je dat moet doen, dan kan je beter een andere klank of een andere opname gebruiken als die er natuurlijk is. Althans, zo denk ik erover. Oké, laat ons eens drie manieren bekijken waarmee we additive EQ kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld, ik heb hier een loopje. Maar ik vind dat de kick wel ietsje meer oomf, ietsje meer thump kan gebruiken. Gaan we naar de channel EQ. En dan gaan we... Gewoonlijk zitten ze op die 60... 50 hertz, ietsje kleiner maken, zoiets, voilà, horen jullie? Die kick krijgt iets meer ballen, die krijgt iets meer volume, iets meer body, waardoor die een beetje zwaarder wordt en wat meer doorweegt. Dan, leuk gitaarloopje. Maar dat kan misschien iets meer presence gebruiken. Dan gaan we weer naar de channel EQ. En presence, dat vinden we zo 3.000-4.000 hertz. Hoor je? Ietsje kleiner maken. Met... Zoiets. Voilà. Zo gaat die gitaar ietsje meer door die
mix doorkomen en ietsje meer volume krijgen ook. Een derde situatie die we kunnen gebruiken voor additive EQ is bijvoorbeeld om de hele mix wat meer lucht te geven, wat meer air. En dat doen we door middel van de shelf EQ. Dit is de shelf EQ. Weet je nog? En dan gaan we die gewoon een beetje meer omhoog duwen. Zoiets. Net. Voilà. Hoor je het verschil? Dan hoor je dat de mix gewoon wat meer lucht krijgt, wat meer air. En dat alles ietsje meer duidelijkheid krijgt. Voilà. Dat was het weer voor vandaag. In een volgende video gaan we het hebben over een van de meest behulpzame trucjes die je kan gebruiken tijdens het EQ'en. En om er zeker van te zijn dat je jezelf niet voor de gek houdt met je EQ-handelingen. Ondertussen, abonneer gewoon op het kanaal alsjeblieft. Zet het belletje aan. Laat een bericht achter in de discussie. En laat mij weten of deze video je geholpen heeft. Was het een eye-opener voor je misschien? Of doe je misschien wel extreme boosts tijdens het mixen? Wat uiteraard helemaal volledig oké kan zijn. Maar laat het gewoon weten in de comments en deel je ervaring met de anderen. Tot de volgende keer op Betere Mixen. Bye bye.